Michel Mulder, is dit de bal en zijn stekker? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik zat er dichtbij en ik ben van ver gekomen. Maar ik had het idee dat ik met een goede rit een goede kans zou maken. Alleen, het is niet gelukt. Ja, het was een, hoe was de rit? Was die goed? Nou, ik had een hele goede 100 meter. Alleen met uitkomen van de eerste buitenbocht maakte ik een behoorlijke misser. En ik denk niet dat iemand foutloos is geweest hier. Alleen voor mij was het net te veel verlies om een tiende sneller te rijden. Ja, want het ligt allemaal heel dicht bij elkaar in de eerste zeven. Ja, maar dat is 500 meter schaatsen en ik wist dat ging gebeuren. Dus dat hoort erbij helaas. Is dat een beetje een anticlimax van het schaatsen? Ja, nou goed, dat is het resultaat van in Nederland een superhoog niveau. En ik had er graag weer bij gezeten, alleen we moeten verder gaan doen. Ja, je werkt er het hele jaar, het hele seizoen naartoe. Ja, klopt. Ja, en dan in 34-98 gaat het naar de knoppen. Dat heb je goed samengevat, ja. Maar je zegt wel, het had nog sneller gekund. Ja, dat wat ik net ook zei. Ik had een misser in de eerste buitenbocht. En daar heb ik wel wat tijd verloren. Alleen zal niemand foutloos door de 500 zijn gekomen. Helemaal niet met deze spanning. En er was er voor je een valse start. Krijg je dat nog mee als je daar rondje schaatst? Ja, ik krijg wel mee. Alleen probeer je dat niet te veel te laten afleiden. Dat soort dingen gebeuren, dat weet je ook bij de 500 meter. Dus ja. Maar dat neem je niet mee als jij aan de start staat. En dat scheelt dan nog een honderdste of een tiende? Nee hoor. Nee. En hoe nu verder? Nu nog 1000? Ja, ik ga zo eerst naar huis en dan ga ik even rustig bijkomen van dit en dan over 2 dagen goede 1000 rijden. Dat moet het dan worden? Ja, dat heb je goed. Goede conclusie.